Ja, lieve mensen, voordat deze video begint, even dit. Mijn lieve, knappe, sympathieke gast en ik gaan dus een lekker gesprekje starten over de belangrijke dingen in het leven. Deze video duurt wat langer en kan ook geconsumeerd worden zonder beeld. Lekker even op het fietsie, in het OV, wat je wilt. In de auto, weet je, het kan allemaal. Geniet ervan. Neem het allemaal niet te serieus wat er wordt gezegd, want er worden namelijk wat hele bijzondere uitspraken gedaan. Wat verder nog belangrijk kan zijn, is dat jij zeker wilt abonneren, want we geven dus in de maand juli een PS5 weg. Dus zorg ervoor dat je even abonneert, dat doe je gratis mee. Dus, Floris, waar wacht je nog op? Druk even op dat knopje. Ja. Goed zo, nu doe je mee. We gaan door. Lieve mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. We gaan vandaag een keer wat anders doen op dit kanaal. We gaan 24 uur sport... We gaan eten, we gaan heel veel eten. En we hebben de vier grootste tenten bij elkaar geraapt. En we vroegen ons af, hoeveel kan je nou daadwerkelijk bestellen met 100 euro? En dan gaan we vandaag achterkomen, hoeveel is dat? Want inflatie natuurlijk, alles is duurder geworden. Vroeger was een hamburger een euro en nu is het zoveel meer. Dus we gaan even kijken, hoeveel kan je eten voor 100 euro? Maar het is wel belangrijk dat we het ook met iemand doen die ook heel goed is in eten. We hebben een gast geregeld. En het is niemand minder dan the one and only. Motherfucking Russen, jij zit er ook weer goed uit, zeg. Je ruikt ook lekker. Is dat zo? Ja, je ruikt als een huis. Als een huis? Ja, heb je wel eens dat je zeg maar een huis binnenkomt, dat je denkt, dit huis heeft echt zijn eigen geur? Ja? Mijn god, dit is... Wat? Lekker? Dus hup, homo. Inflatie raakt ons natuurlijk allemaal. Klopt. Behalve de welvarende mensen zoals jij. En jij. En jij. Nee. Mij leek het leuk. Stel, ik geef jou 100 euro en vier opties. En dan moeten wij uiteindelijk naar een van die vier tokens, want je hebt honger, ik zie het. Je hebt gewoon een lekkere trek. Ik ben broodmager. Dus laten we gewoon even een lekker tentje opzoeken en dan vervolgens zeggen, hey luister, laten we even van 100 euro eten bestellen. Ja. Misschien kunnen we een hamburger met een beetje goud erin of zo. Ja. En we vreten dat heerlijk op en dan kijken we gewoon even hoe ver we komen. Oké. Ja, 100 euro is wel een karig budget. Dat weet ik. Ben ik maar we moeten wel relatable blijven voor de kijkers. Jij bent natuurlijk omgeving Utrecht. Ja, ik ben omgeving Utrecht. Dus we hebben gekozen voor de vier meest bekende tenten in Utrecht. Ik loop eens even met je door. Ja. Het moet wel fastfoodketens zijn, we gaan niet luxueus uit eten. We moeten echt die honden... Bats! Bats! Ik moet mijn agressie kantelpunt kunnen uitstellen. Optie nummer 1. Begrepen. Burger King. Optie nummer 2. Dat vind ik heel smerig. KFC vind ik ook heel smerig. Optie nummer 3. McDonald's vind ik lekker. Hou ik van. Hou ik ook vind wel van. Een andere optie nummer 4. En daar zet ik geen stap meer naar binnen. Wat er gebeurt. Luister, wij hebben samen met Milo, hebben we daar gegeten. De pizza Marjolein. Klopt. En ik heb daar ook nog een heerlijke hap van de kapsalon gegeten. Klopt. Wat ben je nou aan het doen? Ja, ik ben iemand anders kapsalon aan het opeten. En niet om onszelf een beetje schouderklopjes te geven, maar ik ben er wel van overtuigd dat wij die pizza gewoon op de kaart hebben gezet. Ja, maar niemand twijfelt daar toch over? Nou ja, wat schept mijn verbazing? Ik ben op vakantie, lekker in Italië geweest. Ik krijg zo'n pushmelding uit de Utrecht. Ten beste gaat samenwerken met het hoekje. Nou, dat is een beetje alsof Ajax en Feyenoord een selectie samenstelt en daarmee de eredivisie ingaat. Dat is heel gek. Maar prima, weet je, ik ben de moeilijkste niet. Staat er in het artikel, dankzij Snackspert, is de pizza Marjolein landelijk bekend geworden. Nee! Ja. Snackspert! Maat! Gewoon zo'n ventje die in een hoekje van een kamer op zijn telefoon met je review van een kroket aan het schrijven is, boven ons! Mattie heeft toch een nummer over dat fucking ding gemaakt? Ja, dat bedoel ik. We hebben dat... En die video van dat bankzitters ruilen van één dag van elkaars leven ding, die is toch ook hartstikke veel bekeken? Ja, door ons. Maar hoe zit het? Ze hadden op zijn minst een standbeeld van Milo of Matt voor die deur moeten zetten. Eens. Het enige wat... Milo is daar volgens mij sowieso elke dag. Ja, nu niet meer dan waarschijnlijk. Snackspertje, nee, die... die heeft het... Ja. Snackspert. Wat een onzin. Ziek van. Maar dus eigenlijk zeg je gewoon ten beste, sorry, ja. Jullie herkennen het niet, dat gaan we gewoon niet Klopt. Doen. Oké, okay, dus dat betekent dat we nu nog drie opties over ja, hebben. Ja, ja, ja. Oké, okay, Rut. Varkenskut. We gaan husselen, zodat je wel even voor de kijker even oogjes dicht. Rut, ik heb hier drie opties. Ja, ja, ja. Houdt ze wat iets meer tegen het licht dan? Nee. Oké, Frank. Moet het wel even... Ik ga voor die middelste. Ga je voor de middelste? Ik heb het echt niet gezien, echt niet. Nee, dat zie ik, want ik heb ze tegen mijn borst staan. Wil je het? Ja. Laat me zien dan kijken. Oh, nee, zelf. Ah! Ja, dat is gelukt. Tuurlijk. We gaan het nu als volgt doen. Wij gaan nu rijden naar de Mac. Ja. En dan mag jij bepalen waar we die 100 euro aan uit gaan geven. Ja, ik heb al zo'n donkerbruin vermoeden. Ja, maat, jij mag het zeggen. Daar gaan we. Op naar de Mac! Rut, godverdomme gezellig man! Ja. Ben jij nou eigenlijk gewoon een groot McDonald's fan? M**k jij graag McDonald's? Nee, maar ik m**k graag McDonald's. Is dat wel wat je wil horen? Maar hoe kom jij dan? Je bent echt fucking bruin. Waar ben je geweest? Je bent op vakantie geweest. In Italië geweest voor 2 weken. Jezus Christus.
Jezus zeg. Echt, ik heb gewoon alleen maar Aperol Spritz gedronken. In de zon gelegen. Dat Italië. Ga je er altijd heen met je vrouw? Want je gaat met je vrouw natuurlijk. Je bent niet single. Nee, dat klopt. Ik ga er niet altijd naartoe. Want bijvoorbeeld nu ben ik hier. Als ik altijd ertussen ga. Dan woon je daar. Dat zou ik daar in principe nu zijn. Als we daar op moeten zoeken. Kijk, dit heb ik dus ook gedaan. Voor de mensen thuis, er komt nu zo'n picknick ding voorbij. Mag je picknick zeggen bij jou? Tuurlijk mag je zeggen. Dus winkel voorbij. Dat heb ik dus gedaan. Maar dat is toch echt helemaal... Nou, nu komt het. Ik had dus het contract getekend en alles. Je moest helemaal een proefles doen om te rijden in zo'n karretje, inparkeren, alles. Oh, werken voor... Ja, liefie. Oh, lijp. Had ik dat gedaan? Allemaal dagen of aan verspild. Nou, toen kwam het. De eerste werkdag. Ik begin vol goede moed. En eigenlijk elke straat die ik verder inreed, had ik er minder zin in. En toen kwam mijn eerste koffiepauze kwam eraan. En toen dacht ik eigenlijk, weet je wat, stik er maar in. Ja. Dus toen ben ik gewoon gestopt. En dat is eigenlijk de enige werkervaring die je op mijn cv zou kunnen vinden. Maar uiteindelijk, dat muziek, dat is eigenlijk gewoon bij jou gewoon gelijk. Is dat gewoon erin gehakt? Ja, eigenlijk... Heb jij geen bijbaantjes gehad vroeger? Nee. Weet je hoeveel bijbaantjes ik heb gehad? Ja, het mooiste was nog dat ik dat picknick niet eens deed omdat ik gewoon geld nodig had. Maar omdat ik me gewoon een beetje verveelde. Ik werd altijd gek gemaakt van, je moet een beetje voor een baas leren werken. Nou ja, je hebt het gezien. Dat werkt niet, hè? Wat heb jij voor bijbaantjes gehad? Je hebt natuurlijk even dat toyboy werk gedaan. Ik heb heel even dat toyboy werk gedaan. Ja. Ook even één keer probeer ik een pin te zijn. Dus, oh, hier kijk Burger King, maar dat moet ook niet heen natuurlijk. Ik heb tomaten geplukt in Schipluiden. Maar dan ben ik na 2 dagen ben ik ontslagen, omdat ik alleen maar met tomaten zat te gooien. Daarna ben ik doorgegaan naar afwasser. Ja, ik vind je nou helemaal geen afwasser. Ben ik ook niet. Toen heb ik dat veel vaak gedaan en toen kon ik uiteindelijk ook een beetje gerechtjes klaarmaken. Maar daar was ik uiteindelijk ook niet heel goed in. Toen ging ik ergens anders ging ik even in de bediening. Dat was ik wel, sociaal. Dat vind ik wel leuk voor jou. Daar was ik wel even iets beter in, maar uiteindelijk is dat... Wat wil je drinken? Ja, weer wat in je drankje. Weet je wat ik daarna heb gedaan? Dat is echt nog het meest bizarre ook. En dat heb ik 2 jaar lang heb ik dat gedaan. Je bent proper voor Go Mallorca geweest. Marbella. En wat is het meen ik het... Is echt... Marbella. Was je proper in Marbella? Ja. Nee. Ja, echt. Nou, dit is ziek! Ja, echt. Dit is ziek, dat dit in mijn hoofd zit en dat het gewoon nog echt zo is ook. Maar dat is echt, dan kan je nog beter een zijn. Ja, sorry. Nee, ik heb oudjes gewassen voor 2 jaar. Je bent hiphopper geweest. Ik was echt helemaal in shock. Je hebt oudjes gewassen. Nee, ik heb geen oudjes gewassen. Wat is het nou? Je gaf hot naar. Niemand, maar dan ook niemand, liegt tegen mij. Ik heb gewerkt in een ouderencentrum, echt op een zwaar dementerende afdeling. En dan heb ik dus oudjes ondersteund met het eten, met het drinken. En dan was ik gewoon een beetje activiteiten met ze. Gewoon een beetje leuke dingen. Hey, luister dan, 100 euro. Jezus, Anus. Ja, en ik kom nu een beetje dat ik in paniek raak. Ja. Kun je me niet even hier neerzetten dat ik nog even kan nadenken? Hier is de McDrive. We staan er letterlijk voor. Hier zo. Zo voor de kijker ook even laten zien. Hier zo. McDrive. Rut. Ja. Zeg het maar. Kijk, ik hou heel erg sowieso van... Ik ben echt een Big Mac man. Je bent een Big Mac man. Ja. Hoeveel wil je er dan? Ja, ik wil er 1. Maar jij wil ook eten, denk ik. Of niet? Jij hebt gewoon... Dan lijkt het me geen goed idee. Kijk, ik hoopte eigenlijk dat ik hier een dakloos tegen zou komen. We kunnen wel op zoek naar een dakloze. Ja, dat wil ik. Ik wil een Big Mac menu. En dan op zoek naar een dakloze. Ja, op zoek naar een dakloze. Ja, maar we zitten nu in Houten. Of Nieuwegein zitten we nu. We zitten in Nieuwegein aan de snelweg. Dakloos aan het snelweg vinden. Dit is niet echt zeg maar een hotspot voor daklozen. Weet je wat we ook kunnen doen? Dat we zeggen, hey, we bestellen iets en we betalen ook voor degene achter ons. Ja, maar dan zul je zien dat het een idioot is. Of Ajax is. Dat wil ik niet. Dat kan zomaar. Maar ik wil gewoon een Big Mac menu, Frank. Ja, en dan? Nu word ik wel een beetje hangry eigenlijk. Ja, een Big Mac menu? Dan heb je nog 85 euro over. Wat ga je dan doen? Ja, maar ik denk ook dat ook... Ik zit er nu van... Ja, sorry hoor. Ik ga echt van hot naar her. Je maakt niet ook niet elke dag mee dit, hè? Nee. 100 euro in McDonald's. Ik zit te denken... Dat zie je ook aan mijn vingers, hoor. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er gewoon naartoe rijden en laat het allemaal lekker op je afkomen. Prima, Frank. Prima. Als je zelf wil spelen. We moeten niet te veel voorbereiden. Okay. Luister. Wij gaan gewoon kijken wat voor persoon komt er zo achter ons. En hij heeft geen Ajax shirt aan, dan denken we, nou, die gunnen we wel zo'n bestelling. Ja, of zo'n klein voetbalshirtje, vergis je niet. Mijn hart klopt in mijn keel. Rut, weet je het al? Als het om eten gaat, dan word ik echt zenuwachtig, man. Rut, weet je het al? Ja, ik weet het wel. Ik roep gewoon tot ik die honden zie. We kunnen ook die jongens links gunnen, maar die zitten ons een beetje aan te kijken. Of is het de vrouw? Ja, die gewoon niks gunnen. Nee, dan gaan we... Het scheelt niet veel, die komt met zijn tong tegen de rauw. Zonder meer onnodige druk bij jou te plaatsen. Je moet wel echt bijna gaan bestellen. Ja, ik ben eruit. Wat wil jij? Mij maakt het echt typisch uit. Nou, mooi. Dan krijg je 6 popdots.
Wat ik doe, mijn bestelling begint met jouw bestelling. Dan weet je meteen wat jij eet, oké? Oké. Zeg het maar. Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag, maar mag ik een Big Mac, een broodje? Ja. Maar dan zonder het vlees, zonder die burger. Zonder het vlees? Ja. Ja, even kijken. Dat kan. Oké, top. Mag ik dan daarbij ook nog een normaal Big Mac menu, een grote? Die is dan voor mij. Ja, frietsaus, cola. Frietsaus en cola inderdaad. Ja. Drie espresso's. Drie? Ja. McChicken. Kan die McChicken zonder broodje? Zonder brood. Ja, dat je... Oh, ja, zeker. Dat kan. Top. De Homestyle Crispy Chicken Honey Mustard. Ja. Nog een normale Big Mac. 20 kipnuggets. Saus erbij. Ja, doe maar zoetzuur. Mag ik een verse munt, hè? Hebben jullie nog verse munthee? Ja, zeker. Dan een verse munthee. Zonder munt. Zonder munt. Een munthee zonder munt? Ja. Zeker? Ja, doe maar. En dan nog een McWrap. McWrap, ja. Nog een grote friet. Ja. Met frietsaus. Wil je nog wat? Ik wil wat drinken, alsjeblieft. Buiten cola? De espresso. Mag ik een grote cola? Light, ja. Of zero. Doe maar normale cola. Nog een Big Mac. Nog een McWrap. Nog die 8 cheese snacks. Ja, saus daarbij. Chili saus. Chili saus, ja. En dan een Filet-O-Fish menu. Een grote menu. Kan dat? 8 cheese snacks. Maar dan dit keer zonder zoetzure saus. Dat was het. Hij is offline. Hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Hallo? Dat was hem. Ja, dat was dat hem. Was hem, dat was hem. Ik vond de bestelling vond ik vrij normaal toen je zei 3 espresso. Weet je wat ik helemaal vergeten ben? Wat ik dan? Heb hier zo'n tering grote bestelling. Maar ik heb volgens mij maar 1 kipje frietsaus. En dat vind ik het allerlekste wat er is. Misschien kunnen we het ontbijt bestellen. Ja, het zit er maar in de achteruit dan. Toch? Oh, ik ben zo benieuwd naar die verse munt zonder munt. Ik denk dat ze tegen ons zeggen van, kan je even wachten daar alsjeblieft? Can you go next window, please? Sure. Nee. Moet stil blijven staan. Nee. Ik denk dat we dit wel opkrijgen. Ja, tuurlijk. Alleen die Filet-O-Fish was ik niet zo fan van. Wat wil je dat ik als eerste wegbeuk? Broodje Big Mac zonder burger. Ja. Doe ik dat als eerste? Nee, je mag pas dat eten beginnen voordat je die verse munten zonder munt op hebt. Je moet eerst even die verse munten zonder munt. Die moet je eerst even wegtikken. Nou, tikken we dat toch eerst even weg. Weet je, ik ben echt niet zo moeilijk daarin. Jezus, Anus, ik kijk hier nu al tegenop. Jij weet wat hommels nog meer doen, hè? Wat? Wat? Het lijkt een beetje met een koksmutsje. Ja. En als deze bestelling straks door het raampje gegeven wordt, wil ik niet herkennen. Ik denk dat het niet past door het raam. Die bestelling niet? Nee. Nou, hier in de buurt is wel een aanhangerbedrijf. Dus even een aanhanger erbij halen. We kunnen wel een aanhanger erbij halen, denk ik. Moet ik eerst die munthee wegwerken? Ja, het liefst wel, eigenlijk. Ja, het is niet dat ik het je misgun, maar ik ben een heel spiritueel persoon. Ik zie het ook. Vooral nu. En ik heb een heel sterke vermoeden dat jij eerst dat theetje moet opdrinken. Als jouw senses zeggen dat ik dat eerst moet doen, dan doe ik dat eerst ook wel even. Ja. Dan doe ik dat echt wel eerst even. Ik heb gewoon echt een beetje zin om te fucking eten, jongen. Ik heb echt die rush heb ik nu. Ja, ja. Maar hoe lang denk je dat we hier überhaupt moeten staan? Ja, ik heb echt oprecht nog nooit zo lang bij de McDrive moeten wachten. Ik ook niet. Maar het komt er ook wel. Kijk, normaal, dan hebben ze natuurlijk de tijd om al die burgertjes allemaal te maken. Ja. Maar ja, ze hebben nu een bestelling met burgers zonder burgers, dingen zonder dingen, datjes zonder datjes. Ja, dan moet je even hard gaan werken. Ja. Ze allen. Ja, nee, maar dat zijn ze ook niet gewend, hè. Ja. Ja, vind je niet met deze bril dat je dode hoek, zeg maar, niet ja, is echt kut. Ja. Dat is echt kut. Ik kan dat niet. Ik dacht dat wat woorden, maar het is mijn imagination. Het is gewoon mijn fantasie. Oh, nu gewoon... komt ie. Mijn ding. Het is echt zo dom dat keek. Zullen we één keer even wisselen van bril of kijken wat dat doet? Dit vind ik ook wel echt een bril voor jou. Gewoon. Ja. Eerlijk? Ik hoor je. Je moet die kopen, man. Ik hoor je. Kijk, ze laat het weten. Willen jullie voor de NPC Prada bril? Of willen jullie voor de Ray-Ban Old Money Leonardo DiCaprio fashion? Dit was Leonardo DiCaprio bij Cam. Ja. Dat was zo'n eentje. Het is ook goed dat die glazen gewoon zo gaan. Dat is ook wel lekker. Ja, en groen, dat is mijn favoriete kleur. Weet je wat ik ook een beetje merk? Dat ik een beetje hitsig word. Laat die bestelling zitten, dan gaan we lekker naar bed. Fuck it, kom maar rijden gewoon. Dag. Doei. Nee, wel even terug. Okay. Zie je dat? De munt hebben we nu gemaakt daar. Kijk zoals... Oh, ze zitten ook van... Kijk zoals... Oh, ik wil een munt in. Nee, er hoeft geen munt in. Kijk zoals ze erin nu. Helemaal niks. Maar ik ben ook heel benieuwd naar dat bonnetje. Of er nou gewoon staat thee of gewoon munt thee en dat ze dan min 80 cent doen voor de munt. Ja. Weet je wat ik ook verpand vond? Dat die man niet het gevoel had dat hij in de zijk werd genomen. Dus die echt zei hij van... ging gewoon door. Hij blijft gewoon steus, hij is doorgaan. Nee, echt geen munt. Weet je het zeker? Ja, je wil geen munt. Ja, maar goed. Geef me gewoon geen munt. Doen ze moeilijk. Hoe is het met je keuken? Ja, het is wel even lastig nu. Ik zit wel even te kijken of ik dan eventueel die magnetron nog een keertje wil gebruiken. Ik heb een 4 pits nu. Ik zit te kijken naar 5 pits. Nou, dat is echt...
als iemand die jonger is, maar met iets meer levenservaring, zou ik zeggen, wees blij met die 4 pits. Ja? Ja. Ik kook ook niet. Dan is een 5 pits vaak ook niet handig. Nee? Nee, want dan heb je in principe geen pit nodig. Hoe lang staan we hier nu al? Ik denk echt dat wij 6 rondjes door die KFC McDrive vonden rijden en dat we dan eerder ons eten hadden dan nu. Weet je wat wel een voordeel is? Ik denk dat we nu alles warm krijgen omdat ze alles moesten maken. Dus we wachten niet dat ze nog zo'n bestelling kregen, denk ik. Ja, lekker Frank. Een warm broodje zonder vlees. Een warm water zonder smaak. Al kwamen ze het ijskoud brengen. 3 espresso. 3 espresso. Vandaag nog. 100 euro is best veel, hè? Ik was echt lang bezig. Rond die 65 euro was ik er ook klaar mee. Ja, maar je had ook heel het menu al gehad. Dan moet je gewoon weer terug. Je ging op de ellende ging je maar gewoon weer een kaasvlees bestellen. Hey, weet je wat we natuurlijk ook kunnen doen? Dat is een lekker wijf zien. Kunnen we ook nou, zeggen, nou, hallo. Ja. Als je het over de duvel hebt. Wie zit ernaast dan? Ik had over diegene die langs reden. 2, hè? Nee, joh. Ja. Kut, sorry. Ik ben goed gekeken. Ik wil het wel aan degene achter me geven, maar die heeft al genoeg. Dank je voor gunstje. We kunnen al een beetje snoepworteltjes halen. Ik heb ook geen appeltje gehaald. Vorige week had ik dus een video opgenomen dat ik een liedje ging maken met die man achter de McDrive apparaat. En toen had ik een Happy Meal besteld. En daar kreeg je dus een zakje tomaatjes bij. En dat is eigenlijk best wel lekker. Gewoon soms even ertussendoor. Dat je gewoon even een minuutje hebt. En dan ook nog een zakje tomaatjes voor appeltjes. Denk je soms niet over na. Nou, nu dus ook niet, want dat heb je nu ook niet besteld. Maar het zit wel in die wrap, zit het. Oh. Het zit wel in die wrap. Man, Frank, wat is dit langs? Onvoorstelbaar. Echt niet normaal. Jouw SD-kaart is straks helemaal vol. Okay. Ik ben blij dat ik me ook zo hard geschoren heb voor deze video. Ja, je ziet er wel goed uit. Je bent lekker bruin ook. Dankjewel, vriend. Het komt volgens mij. Oh, god. Hi! Hi. Het past niet door het raam. Het past niet door het raam. We hebben niet meer de kleine dekseltjes, dus eentje is zonder deksel. Jezus. Ja, maakt niet uit. Ik hier wel heel erg. Ook heel veel rietjes. Is dit? Was dit het? Was dit het? Okay. Waanzinnig. Dankjewel. Alsjeblieft. We maken er het beste van. Heb jij nog iets nodig verder? Wil je iets? Wil je een espresso of zo? Wil je verder iets? Bestel ik voor jou toch? Nee, we hebben dit helemaal niet besteld. Nee. Nee, wij hadden 2 cola. We hadden gewoon een cola. En een munt, deze zonder munt. Bruh. Nee, ik denk dat we er wel uitkomen. Ik denk wel dat we eruit komen. Nee, wij hebben het besteld. Nee, we hebben het wel besteld. Zeg maar. Hij heeft al een paar bakers op, is niet handig. Nee, we hebben het wel besteld. Kan ik je helpen? Is dat... Bedankt voor de bestelling. Ja? We gaan er vandoor. Kan ik jou nog verder ergens mee helpen? Nee, natuurlijk niet. Nou, dan gaan we er vandoor. Geniet van. Dankjewel. Doei. Ik ga jou eerst even blessen. Want ik denk dat dit die munthee is zonder munt. En als hier munt in zit. Dan worden we gek, hè? Dan gaan we nog een rondje doorheen. Dan gaan we nog echt een rondje doorheen. En dan mieten we altijd. Om heel eerlijk te zijn, ik hoop oprecht dat hier munt in zit. Want dan kunnen we gewoon weer terug. Daar heb ik echt zin in. Ik heb echt zin om te clearen nu. Laten we een mystery opening doen. 1, 2, 3. Het is... No munt for me. Ik pak dat bakje. Ik denk, wat is het licht? Het is natuurlijk die McChicken zonder brood. Oh, ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Ja, maar ik denk dat dit met frietsaus best lekker... Alles! Frank! Dat kon niet later. Je zou eerst je thee opdrinken. Maar echt lekker. Best lekker. Sorry, heel mijn auto is vies. Het is echt niet jouw dag dit, hè? Heel die burger uit elkaar. Heel die burgers uit elkaar in mijn auto. Ik neem even een beetje van mijn espresso als je het niet erg vindt. Ja. Nou? Dat is best een lekkere espresso. Hoe is je thee? Mijn thee is gewoon een beetje lauw water eigenlijk. Ja. Het is gewoon water wat ik heb. Maar? Wel nog lekker. Het is een goede muntthee. Ja. Maar denk jij, even belangrijk, mijn muntthee is bijna op. Wat wil je dat ik als eerste ga eten? Die Big Mac? Die Big Mac? Ja, zonder burger. Ja, waar is die zonder burger dan? Hier. Die is daar. Oh. Speciaal voor jou, omdat ik van jou hou. Nou jongens, een Big Mac burger zonder burger. Oh. Hey, doe er gewoon op! We zaten toch zonder burger? Oh mijn god, ze hebben verkeerde bestelling doorgegeven. Mint patty staat er. Dat is patty. Dat is broodje. Maar er zit ook een broodje op. Maar er zit maar 1 burger op. Maar... Normaal zitten er 2 burgers op. Oh, er zit nu 1 burger op. Ja, dat is wat zo. Hoe is die voor jou? Is die lekker? Mooi. Is dit de vuilnisbak? Zit hier nog wat in? Hier zit echt heel veel saus in, geloof ik. Ben je er een beetje bijgekomen? Oh, zeg hem. Ik had het toch wel in. Ik leef nog. Goeie. Jij had even een inzinking, hè? Ik had even een inzinking, maar ik ben er weer. Mijn munt is bijna op. Ik vind alleen dat er voor de dag weinig munt in zit. Overrated. Overrated. Moet je oprecht een slokje van nemen. Oh shit. Lekker? Jij denkt oprecht dat we dit op kunnen krijgen? Ja, 100%. Wat moet ik nu eten? Ja, ik weet het. Ja. Cheese snacks. Nou, gelukkig hebben we dat, maar 80. We zitten in een afrekening, Frank. Rijden. Frank, rijden. We zitten in een afrekening. Kan het omlaag? Ja, nu word ik helemaal gek, hè?
Ja, nu word ik helemaal gek. Ik ruik iets. Ik kan er ook niet bij. Luister, die kaassnacks. Je wil dat ik er acht naar binnen werk. Ja. Dat is lekker. Ah, dit is zonder de chili saus. Dit is zonder chili saus. Maar wil je er anders ook nog als een saai ding een soort patat bij, of niet? Ik moet zeggen. Ja, wat is er met jou, joh? Ik ben helemaal van mijn apropos. Je bent zwanger of zo? Ik vind dit er ook niet echt bepaald uitzien. Dat ik denk. Nou, dit is iets voor mij, is helemaal uit. Ik ben zo'n luxe poes geworden, Sies, met al die rijke mensen omgaan. Je bent al steeds Frankie, hè? Frankie van Sries, jongen. Fastfood en Baco. Fastfood en Baco. Nu ben je alleen maar op Mac en een feest en zo. Ja. McDonald's is gewoon hartstikke lekker. Ik merk wel dat zo'n Mac dat nooit echt teleurstelt. Nee, toch? Ik heb er ook gewoon altijd zin in. Opgeven doen we niet, hè? Nee. Dit gaat allemaal echt naar binnen. Maar hoe bevalt het nou? Heel veel zuurstoepen. Het valt goed, man. Dat is vooral omdat zeg maar de. Er zijn geen grenzen meer, weet je? Nee. Je kan alles doen wat je wil. Ik kan echt letterlijk alles doen. Kijk, eerst maakte ik alleen muziek. Er moet gewoon een liedje in 3 minuten wel verteld zijn, weet je wel. Kijk nu, als ik nu een documentaire wil maken over dolfijnen in Tibet, dan kan ik het gewoon doen. En als ik daar 5 of 6 delen over wil maken, dan kan ik het gewoon doen. Maar nu? Dus dat is gewoon heel lekker. Ja. Kijk wat nu, weet je. Ik wil gewoon McDonald's wat eten. Ik vind mezelf ook geen YouTuber. Ik heb gewoon een camera en ik leef. Dat vind ik heel mooi gezegd. Wat meer? Big Mac's weg. Wil je niet een lekker frietje of zo? Snacks, hebben we nog iets van saus of zo? Ja, chili. Nee, heel veel. Deze zak zit ook nog vol, hè? Ja, en hieronder ook nog. We hebben nog een homestyle crispy chicken. Kunnen we niet rondrijden en vragen of mensen wat eten willen van ons? Ja, maar ik vind dat echt gewoon tegen het nare aanzitten. Dat je naar iemand toe rijdt en zegt, hey, wil je wat eten? Vind je dat niet? Ja. Hoe bevalt jouw leven als ex... gedetineerde. Ik wilde eigenlijk e-sporter van Sparta zeggen, maar gedetineerde is ook goed. Mis je het soms wel, het FIFA spelen? Ik zou heel eerlijk zeggen, Rut. Mijn leven is nu voornamelijk feesten en werken. En dat is gewoon, ik probeer feesten en te werken, probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk samen te laten gaan. Ja, goeie. En ik merk wel de laatste tijd dat ik mezelf een beetje aan het verliezen ben. Waar ligt nou precies de grens? Waarom moet ik tot 6 uur door? Waarom ga ik niet gewoon om 1 uur naar huis? Wie doe je daar plezier mee? Wie? Ja, je bent echt bij het verkeerde adres om hier een gesprek over te voeren. Want ik ben precies hetzelfde. Je praat tegen een spiegel. Daarom kunnen wij beide ook wel goed met Milo omtrekken, denk ik. Hij trekt zich aan mij op, hoor. Hij trekt mij af. Echt? Zo. Je hoeft die cheesecakes niet op te eten, hè, Frank? Dat was eigenlijk de enige wat ik dacht van dat hoeft niet per se. Oh. Om over te houden. Maar ik zie dat je het echt lekker vindt. Lekker doen. Dan schuld dit de laatste is. Ik ben wel een beetje nieuw in dit wereldje, maar... Krijg je wel advertenties als je gewoon een hele video naakt bent? Ja, geen advertenties. Dan ga je een shirt op mij editen dan ofzo. Hoezo bedoel je? Ja. Je ziet natuurlijk al gewoon mijn piemel. Of is dat net uit beeld? Volgens mij is je piemel net uit beeld. Oh, oké. Okay. Maar er zit nu ook die cheesecakes zitten daarvoor. Wil je een cheesecake? Er ligt nog een nugget op, of niet? Ja, dat klopt wel. Oh, dat is een nugget? Ja, ja. Dat zou ik die nugget alsjeblieft mogen? Ja, ja, pak maar. Ja. Nee, geen probleem, jongen. Ja, ik ga nu aan de burger beginnen. Welke burger dan? Nou. We hebben gewoon nog een Big Mac. Weet je, als ik dit op heb, dan voel ik me echt Oppenheimer. Ja? I have now become master of death. Dat ik echt kan ontploffen. Dat ik iedereen meeneem in mijn val. Dan denk ik echt... Ik verstik in mijn Mac, maar sinds die espresso over je vloerbekleding gevallen, herken ik je niet meer terug. Luister, als het alleen die espresso over mijn vloerbekleding was, Allah. Maar ook mijn halve achterbak ligt vol met Big Mac. Je auto is gewoon een Big Mac. Mijn auto is letterlijk een Big Mac nu. Oh. Nou, vanavond gaan we een beetje door eten, of niet? Ik heb honger, wat mag ik? Wil je die wrap niet? Oh, alsjeblieft. Wat lekkere, dank je. Een heerlijke wrap, jongen. Is nog voor koren ook. Kutzooi. Ik heb een boter sla. Dat is echt niet normaal. Oh, dit ziet er niet uit. Dit ziet er toch niet uit? Ik moet zeggen, hij is best lekker. Ja? Nee. Het is echt f***ing vies. Misschien is de andere kant lekkerder. Mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Ja. Stel, er zou 1 vrouw... Je hebt natuurlijk een vriendin. Maar er zou 1 vrouw zijn in het influencerlandschap dat je denkt... Hé, stel, daar zou ik mee een beschuitje kunnen eten. Wie zou dat dan zijn? Een puur beschuitje. Blijf het bij een beschuit eten. Ja. Ja, toch Mattie denk ik, man. Van het andere geslacht. Ja. En dat komt ook. Ja, mensen denken dat het een soort van show is of zo. Mm-hmm. Ja, ik heb gewoon echt interesse in die boys. Daarom hang ik ook vaak om me heen. Sorry. Ik hoor het mezelf zeggen en ik ga k***stuk. Hou je dat zo erin of niet? Ja. Oké. Okay. We doen het nog een keer. Kijk, mensen doen wel alsof het een soort van act is ofzo. Ja, ik heb gewoon echt interesse in die boys. Kijk, mensen denken wel dat het een soort van act is ofzo. Met kussen en zo, maar... Ik heb gewoon echt interesse in die boys. Daarom beweeg ik ook gewoon vaak beneden. Ga ik mee naar shows, produceer ik die nummers. Jij bent ook naar hun toe gekomen? Ja, ik voel ze gewoon. Mm. En dat is niet artistiek gezien, maar gewoon vooral fysiek. Mm. Dat kind zit al de hele tijd te janken. Ja, maar Frank, dat kan kind... Kan je niet een espresso geven ofzo? Dat kind is 1. Die kan niet praten. Die ouders, die zorgen niet goed voor hem. Wil het een espresso? Ik heb nog een Red Bullietje. Het enige wat je doet, is huilen. Zit je vol? Ik dacht echt wel dat je wat meer kon eten, hoor. Ik kan niet veel van eten. Je hebt nog echt geen 1 woord zonder eten in je mond gezegd. Dat is ook een nieuw concept. Luister nou, maar die bon wel. Nou, wel zijn vette. We hebben geen bon gekregen. Ga ik terug, hè? Wil je even een slokje van je cola? Ik hoef niet in hele. Ik heb een kind nou, joh. Ja, zijn reet wordt nu afgeveegd terwijl ik een Big Mac aan het eten ben. Ik moet barven.
Weet je dat ik vroeger als kind nooit kon boeren? Hoezo niet? Sorry, ik verplaats het stukje sla even op mijn tape, want dan ga ik weer verder praten. Ja, kut, die valt die auto. Nou ja, fuck it. Dat is toch wel een Big Mac? Dat is toch wel een Big Mac. Misschien is dat een leuk idee voor een video. Ik maak voor mijn auto een grote Big Mac. Ben je weer klaar met een Big Mac? Ja. Hij is weer leeg. Ja. Nou, janker maar in de auto. Zo. Ik haat influencers, man. Ja, ik ook. Kijk, dat is ook oneerlijk. Dat weet ik. Maar ik vind het al vervelend als mijn vriendin zegt, kan je even foto's van me maken? Dat is oneerlijk. Ik bedoel, zij maakt deze foto's van mij op vakantie. Maar ik nooit terug. Dus dan vraagt ze één keer, wil je het even doen? En dan ben ik geërgerd. Maar stel nou, als je met zo'n vlogmokkel bent, die overal een fotootje van moet maken. Ben je even lekker ergens een brownie aan het eten, et cetera, et cetera. Je bent gewoon eigenlijk Koen aan het beschrijven. Nee, als je het over Koen hebt, heb je het over mij. Ja, maar waarom heb je het dan over jezelf? Ik heb het. Over jezelf? Ja. In andere vorm? Ja, maar ik beschrijf Koen niet. Nee, nu zit je mijn dingen in mijn... Nee, wacht dat even! Dat je video kan scoren, maar dan zijn we niet getrouwd. Dan zijn we niet getrouwd, Franke dames. Nee, Koen is een held, jongen. Kijk, die hadden we achter ons moeten hebben, Frank. Luister, Frank. Koen is ik. Ik ben Koen. Ik denk, als hij binnenkort gaat trouwen, ik wil gewoon een liedje gaan zingen voor hem. Of hij het wil of niet. Dan kom ik die trouwzaal binnen en zeg ik, Koen, je bent ja. Nee, natuurlijk niet. Dat is een kinderlied. Gewoon, Frank van All you need is love, love. All you need is love. Listen, baby girl. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. All you need is love. Prut. All you need is love. Die ook. All you need is love. All you need. Mijn hele auto is een Big Mac. Heel mijn auto zit vol met stukjes kipnuggets en Big Mac. Gewoon letterlijk op mijn dashboard. Haal de nugget van mijn dashboard. Wow. Misschien een gekke vraag, maar stel. Je zou er iemand mogen doen in dit influencerlandschap. Wie zou dat dan zijn? Eva Jinek. Ja? Ja. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Snap ik wel. Ik denk dat het heel erg tegenvalt. Ik denk het ook. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Maar weet je dat het ook zo is? Bij vrouwen werkt het mensen gewoon zo. Of bij mannen überhaupt. Vice versa. Bij een partner. Bij een mens. Het verlangen ernaar is groter dan de daad zelf. Ja, en hoe ziet dat tussen ons? Ik verlang al een tijdje. Ja. Jij gaat niet over tot daden. Maar ik heb wel een beetje het idee dat hoe langer we het opbouwen, hoe spannender het wordt. Klopt. En we kennen elkaar nu wel. Waar hebben we elkaar voor het eerst gezien? Ik weet het niet zo goed. Waar hebben wij voor elkaar voor het eerst gezien? Goeie vraag. Nu meteen kijken, man, hoe broekband. Waar hebben we elkaar voor het eerst gezien? Weet ik niet. Ik denk bij dat Red Bull feest, denk ik. Nee, ik denk bij het voetbaltoernooi, man. Het zaalvoetbaltoernooi. Oh, ja? Toch? Ja, dat kan wel kloppen. Ja, dat is een van mijn hoogtepunten voor mijn voetbalcarrière. Raoul, 3 stagiaires en daarnaast Milo. Leven is een doodlopende straat. Je moet er gewoon doorheen. Ja. Het is gewoon eenrichtingsverkeer. Nee, het is een doodlopende straat. Je kan best parkeren en weer terug, maar het is een doodlopende straat. Je komt vanaf de stam, kun je naar links of naar rechts. Dat is je geboorte. Links is een welvarend leven. Rechts een kutleven. Kutleven, inderdaad. Stel, je gaat niet dood. Ja. Zou je dat ook oké vinden? Ja en nee. Nee, ja, omdat ik, stel ik ze nu doodgaan, dan zou ik denk ik wel als een fucking legend gaan. Dan denkt iedereen toch van, oh, die had dan zo van het verschiet. Ja. Gave videoconcepten en zo. Daar zit veel meer in. Er zit veel meer in, jammer. En nee, omdat ik het ook nog wel echt zo fijn vond om een ESPN op zondag te kijken of zo, weet je wel. Dat, boven bestaat dat niet meer. Ik denk boven dat heb jij echt alleen, ik zie je, altijd, je ouderlijk huis heb je dan. Ja, dan is gewoon iedereen, maar geen tv. De eerste keer toen je ecstasy op had, dat gevoel krijg je boven. Ja, kijk, je moet geen video worden dat ik bijvoorbeeld een statement maak dat drugs een van de beste dingen zijn die in mijn leven überhaupt ooit is overkomen. Nee. Maar het is wel echt. Zou ik jou een moeilijke vraag stellen? Ja. Je mag nooit meer neuken of nooit meer drinken? Dan zou ik meteen stoppen met drinken. Kun je niet een theetje halen nog? Dankjewel, dames. Zullen we nog even een munt halen zonder munt? Wil je nog even een espresso pakken? Nee, ik ben even klaar. Ja. Ja, liefie, ik regel het voor jou. Hé, hey, jongen. We hebben echt al veel opgegeten. Ja, tuurlijk. Doe ik met je mee. En ik pak die dan wel weer zonder deksel. Wow, hier zit er geen temperatuurverschil in, hoor. Ah, zo, dat is even lekker. Toch? Ah. Woe!
Zo! Beter? Ja, dat is echt veel beter. Ik herken die ook niet meer terug. Als jij een kleur zou zijn. Bruin. Weet je wat het is? Ik heb gewoon heel veel moeite de laatste tijd met stoppen. Ja, maar wie heeft dat ooit gezegd dat het moet? Niemand. Al die losers als Herman Brood en zo, die hebben gewoon slechte namen gegeven, Frank. Ik luister de laatste tijd heel veel... Moet je niet doen. Je moet nooit luisteren. Altijd je eigen visie. Ik ben echt gefascineerd door finance. Ja. Prima. Ja, dit zijn dingen dat ik denk, ja, als we even terug gaan naar die thee, hè? Die thee. Dat je dan een podcast luistert over finance. Mm-hmm. Ja. Weet je wat dat doet? Dat zet je in een sportauto. Vroom, zo, nee, dood. Denk daar zo van aan, joh. Dus ik weet niet of het bestaat, maar luister iets over een kok of zo. Iemand die gewoon lekker eten maakt. Is dat niet wat? Ramsey op TikTok. Nee, gewoon rustig. Mm. Gewoon niet even zegt, nou, vandaag vertel ik de oorsprong van kaneel. Dat is wat voor je. Weet je, mijn zoekende dingen. Je bent al goed zoals je bent, Frank. Het is jammer van het frietsausje hier net. Oh. Je hebt er echt niet van geleerd, hè, jongen? Ik heb echt niet van geleerd, maar ik zit ook even in mijn hoofd, zit ik gewoon overal. Waar zit je dan? Neem maar helemaal even mee. Ik doe mijn ogen dicht en ik probeer met je mee te gaan in je hoofd, om je daar uit te trekken. Ik zit gewoon in mijn hoofd bij de gedachte van, stel, wij zouden nu al dit eten wat we nog hebben. Nou, dat is denk ik, wat stel je voor? We hebben nog een McChicken, we hebben nog 10 big chicken nuggets ding. Sorry. Sorry, ja. Anders als ik gefocust ben, laat ik scheetjes. Heb je nu trek aan alcohol? Praat je tegen jezelf tegen mij? Nee, ik praat nu eerst tegen mezelf. Van, heb ik nu trek aan alcohol? Maar heb jij nu trek aan alcohol, Rut? Ik heb zin in alcohol, ja. Waarom zoveel vrouwen en mannen met elkaar op date bij de Meg? Nou, ik kan je vertellen dat ik er niet één van ben, hoor. Nee, dat vind ik zo triest. Ik heb het nog nooit gedaan. Het gebeurt hier tegenover ons ook. Stel, je kijkt zo'n programma als Lang Leven de Liefde. Of die video van mij. Van 25 mannen versus Emily Black. Ik spreek die gasten backstage. Het zijn grappige gasten. Het zijn hele sociale jongens. Maar toch op het moment dat ze dan met een vrouw in contact komen. Of ze doen het voor de video. Gaat het toch soms mis. Ja. En dan doen ze dus uitspraken waarvan ze later dan... Er zijn een paar reactievideo's geweest op mijn video. En dan zie ik die gasten van in totale onbegrip van waarom ben ik nu niet samen met Emily Black? En waarom zijn er zulke mensen die in de McDrive versnellen naar 70 km per uur? Ja, zag er wel nog een rondje. Zie je nou, Frank? Waarom doe je dat? Op dat stuk van de... Maar wat is dat? Waarom... Ik weet het zelf allemaal niet. Volgens mij zit er een beetje geen cola. Nou, dat is het eerste goede nieuws van vandaag in ieder geval. Waar is de romantiek gebleven? Heb ik dan echt alles opgefokt omdat ik zo ben als persoon en dat dan uitdraag op mijn YouTube-kanaal? Wat is het meest romantische in je leven wat jij hebt gedaan? Ah nou, wat is het meest romantische wat jij hebt gedaan? Mijn vriendin was ooit jarig. Ja. Die is één keer in het jaar jarig. Die kon haar verjaardag niet vieren door corona. Alles was dicht. Die kon haar verjaardag niet vieren door corona? Nee. Toen er corona was, en al die rellen ook buiten, met Harry Snijders. Ja. Toen ben jij niet naar buiten gegaan. Nee, en als je het niet erg vindt, wil ik zijn naam niet eens horen. Harry Snijders vind ik een bijzonder persoon. Ja. Laat even weten. Hier komt die mogol weer met ze. En dat zijn gewoon van die pikkies. Dan komen ze naast ons zitten. Ja, heeft deze jongens echt even geen zin in. Hebben nog nooit gelukt en gaan dan in zo'n auto rijden. Nou, en dan gaan dit zijn dus diezelfde jochies die bij jou in jouw video met Emily Black willen praten. Nee. Die hebben allemaal een hele kleine leuter. Hebben een balen shirt aan. Nou, gaat hij weer. Ja, ik heb het gezien. Oh ja, god, komt die andere mogol eraan. Komt die andere neus. Kijk, hoor dit dan. Is dit niet in een Peugeot 107? Peugeot 107. Dan laat je een Bluetooth speaker onder je auto zetten, zodat je wat harder gaat. Ja, even terug naar die rellen en zo. Ja, die mogen ze voor mij allemaal afschieten. Die gasten? Ja. Ook sommige voetbalsupporters, zoals je zag met AZ en West Ham. Alle supporters zijn criminelen, behalve Feyenoord-supporters. Vechten gewoon voor de wet. Politie is je beste vriend. Ja? Feyenoord is je beste vriend. Dat is nu je hoofd. Heb jij ooit een negatief nieuwsartikel gelezen over Sparta? Ja. Die komen niet verder dan eigen kasteel. Zo'n uitwedstrijd de Groningen hebben, dan komen er 12 supporters op af. Houd toch op joh, gek! Waar uitverkocht hoor, Groningen uit. Ja, omdat ze nu een keer boven hun macht spelen. Ik krijg echt stijve tepels, zo koud zit hier, Frank. Mag dat ding weer dicht? Wat vind jij nou echt de leukste tent in Nederland om te gaan stappen? Is het ook een beetje met kijkers zit ik vaak een conclave als ik een keertje in, weet ik veel, in het oosten van het land ben. Of een keertje in Den Bosch of zo, of een keertje in Almelo, of een keertje in... weet ik veel, in Groningen, denk ik allemaal van, je moet daarheen, want dat was het beste feest en dat is de beste koe. In het oosten van het land, echt underrated, want in het oosten van het land, daar wordt zo ontzettend veel gezopen en dat zijn gewoon gezellige cafés. Dat is echt zo leuk, daar zou het gewoon niet te vergelijken met Rotterdam en Amsterdam. In Rotterdam stap ik al bijna niet meer, doe ik al af en toe een drankje, maar dan ga ik gewoon bij iemand thuis zitten. Maar heb jij een tent dat je echt denkt van ja, als ik nog maar één tent zou kunnen stappen, dan zou ik nog maar gewoon elke dag daarheen gaan. Kijk, en dan laat je me heel het voorbereiden op een
een vraag. En dan met dat laatste, die laatste zin twist je hem weer helemaal. Zo. Ja, van ik heb wel leuke discotheeks, maar niet waarbij ik denk van nou, daar zou ik nou echt mijn laatste adem willen uitblazen. Ja, daar heb je hebt geen enkele tent in Nederland dat je denkt van nou, daar zou ik wel... Weet je wat het wel is? Kijk, de opzet van een discotheek is in principe wel gewoon hartstikke kut. Ja. En dat ga ik je ook uitleggen. De opzet is, we hebben voor jullie een plek waar jullie kunnen drinken. Maar als je iets te veel drinkt, zetten we je eruit. En wij zetten ook nog allemaal types in neer die ook allemaal gewoon irritant zijn en gewelddadig. Dat is het idee van een club. Ik was laatst wel een clubbasis trouwens. Oh, daar ben ik ook wel een keer geweest. Maar dat is wel echt zo'n techno, toch? Ja, dat was Happy Feelings was dat. Ja, dat is best wel prima, toch? Het is ook wel een beetje gaar, een beetje jong. Beetje thuishaven. Beetje thuishaven wel, ja. Maar ja, voor mij is dat gewoon 5 minuten fietsen, dus dat was... Ja, nou, Thomas hier. Gaat ze een pijpen? Ja, ze gaan pijpen. Is dit... Kijk, dan ga je dus daten bij de Mac. Ja, sorry hoor mensen. Moet je even... Ja, sorry. Dit is echt... We zaten midden in een verhaal, maar... Dan ga je dus eten bij de Mac. Ze trekt hem af. Ik snap niet. Het is gewoon overdag. Je ziet dit ook gewoon. Hij wil het niet. Hoezo wil hij het niet? Ik vind handjobs vind ik ook zo gaar. Maar dan ga je dus daten bij de Mac en dan werkt dus uiteindelijk toch. Ik vind een handjob heel geil, Frank. Ja? Ja, dat vind ik juist wel underrated eigenlijk, man. Je vindt een handjob underrated? Ja, gewoon even lekker wordt afgetrokken. Gewoon. Ik vind gepijpt worden overrated. Nee, dat is gewoon well rated. Perfectly rated. Maar hoe kom je al met deze stelling? Je probeert maar uit de tent te lokken of zo. Pijpen overrated? Natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Natuurlijk niet. Het is gewoon lekker warm, man. Het is gewoon heerlijk. Hou er wel van, hoor. Weet je wat echt underrated is? Iedereen zit nu te praten over vrouwen met grote billen. Daar zit iedereen nu over te praten. Leuk dat je daarover begint. Iedereen zit erover te praten. Van, oh, lekker. Het is een dikke reet. Oh, lekker. Zo'n mooie vrouw met van die brede heupen en zo. Niemand heeft het meer over grote borsten. Ik ben dus... Nou, je treft het echt. Ik vind het echt bizar dat je dit nu opbrengt, want ik denk laatst het ook steeds op die manier over na. Nee, ben ik oprecht. Oké. Okay. Ik ben gewoon, sinds als kind af aan, en dan praat ik echt over groep 4 denk ik, groep 5, tot en met nu. Sinds borstvoeding? Ben ik echt een louter tietenman geweest. Ik zweer het. Alleen maar borsten. Het is ik ben echt, normaal. Ik heb laatst zelfs in een liedje wat ik had gemaakt, had ik gezegd, ik ben geobsedeerd met verdienen en tieten. En dat is precies hoe mijn leven in elkaar steekt. Ik vind het echt... Ik wist dat wij op meerdere vlakken elkaar zouden treffen, maar het is toch wel dat we in deze video toch wel dicht tot elkaar zijn gekomen. Ja. Ik vind borsten, het is waanzinnig. Stel, je hebt gewoon een vrouw op je zitten. Die hangt er bijna tegen de auto aan. En weet je wat ik... Oh, dit is even tussendoor. Stel, een vrouw gaat tegen je praten en ze probeert wat uit te leggen en ze doet zo. Wijzen zo. Waar naartoe? Ja, weet ik veel. En je doet zo. Iemand praat zo tegen je. Dat is raar. Maar even tussendoor. Ja. Een vrouw zit op je. Zo. En je hebt dan zo, ben je de liefde aan het bedrijf. Ja. Hoe mooi is het als die vrouw dan ook gewoon borsten heeft? Grote. Ja, ik vind dat dat gewoon niet kan missen. Ja, vind ik het dan ook weer niet. Ik vind ook wel dat vrouwen die dan geen borsten hebben, dat vind ik ook weer heel mooi. Maar stel, ze heeft het wel, dan denk ik wel, oh. Je mag toch zeggen wat ik vind? Ja, dat mag. Ja, ik vind dat wel echt een must, hoor. Ik keek gewoon eerst naar de borsten en toen naar het gezicht. Je hebt 3 bollen. Als 2 ervan goed zijn, dan is het op helemaal goed. 3 bollen, 2 van helemaal goed. Ja, daar heb je altijd wel meeste stemmen gelden. Als je 3 bollen hebt en de borsten goed, ja, dan maakt het gezicht er eigenlijk niet uit, want het is dan minder uit. Ik moet schijten als een reiger, jongen. Schijten, echt gewoon... Hoe lang douche jij eigenlijk op een dag? Ik douche koud. Dat vroeg ik niet. Ik douche echt 2 minuten, 3 minuten. 2 minuten. Ik ben geïnspireerd geraakt door JJ Boske. Nee. Nee? JJ Boske? Ik douche zo koud. Nee, ik heb dat Wim Hof ding heb ik een keertje geprobeerd en dan ben ik wel... Was je echt bij hem? Bij Wim Hof? Nee, ik was niet bij hem. Ik heb wel eens een seminar genomen. Wat doen ze anders dan dat je gewoon in een ijsbad gaat zitten dan? Een ijsbad is wel redelijke preparations. In de zomer is dat best wel lastig. Een koude douche kan je eigenlijk altijd wel implementeren. Ja, precies. Ik zou dat mensen echt willen adviseren. Maar ik denk niet dat de kijkers dat heel snel zullen doen. Is dit het einde? Ja, ik kan niet meer. Ik denk zeker dat we voor €70 het op hebben. Wat hebben we nog over? We hebben nog wat kaaschips hebben we over. We hebben nog wel je McChicken zonder brood. Ja, dat was eigenlijk best lekker. Ja, eet je daar nog even een happy van dan? En dan zijn we echt klaar. Toch? Mensen, we hebben ons best gedaan. We gaan dit nog even aan de zwerver geven. Het eten was lekker. We gaan dit inderdaad nog even weggooien. Mensen, mag ik jullie bedanken voor het kijken. Het was waanzinnig. Tot volgende week. Dan komt er een inhoudelijke video over het blind daten. We gaan weer een blind date. Met wie? Als jij... Nee, ik niet. Jij? Ik niet. Jij? Zou jij een keer een blind date willen? Mag dat van je vriendin? Stop mij maar in de jury. Mag jij oordelen op... Mensen, bedankt voor het kijken. Krijg de... Oh.
Godver. Het is, mijn auto is nu en een McChicken, en een Big Mac, en een fucking friet met frietsaus. Ik ben er helemaal klaar mee. Rut, bedankt. Check zijn YouTube kanaal, staat in de beschrijving. Hij gaat hard. 30k abonnees, ouwe. 30k abonnees. Mensen, bedankt. Dus we gaan. Ciao. Missie is mislukt, maar ook weer geslaagd. Ja, maar nu valt het er buiten. Nu maakt het niet uit. Nou, kijk jongens, dit ging goed, hè? Zitten jongens een kans erover. Kijk, en hier is het ook lekker gegaan. Zo'n groeten!